Op weg naar de herdenking van 134 jaar Javaanse immigratie. Vandaag zijn er vanaf 7 augustus diverse evenementen georganiseerd. In zijn gebruikelijke videoboodschap roemde president Santokki de rijke bijdrage van de Javaanse gemeenschap aan de Surinaamse samenleving. Het was 134 jaar geleden dat de eerste Surinaamse Javanen op 9 augustus 1890 voet op de Surinaamse bodem zetten. Ze brachten een rijke cultuur mee, waaronder zang, dans, muziek, culinaire gerechten en traditionele gebruiken, die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onze multiculturele samenleving. Aldus de president. Het staatshoofd prees de Javaanse gemeenschap voor hun veerkracht en actieve deelname aan de ontwikkeling van het land en merkte op dat hun Gotong Royong systeem een sleutelrol heeft gespeeld in het versterken van hun weerbaarheid. De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, organiseert in verband met deze mijlpaal van 8 tot en met 11 augustus het jaarlijks immigratiefestival in Sanabudaya. De opening was middels het leggen van kransen en de rest van de dagen is het evenement vol met activiteiten en ook het Nationaal Archief Suriname, NAS, bleef stilstaan bij 134 jaar Javaanse immigratie. Op woensdag 7 augustus organiseerde het NAS in samenwerking met het Directoraat Cultuur een presentatie getiteld Kritane Simba Simba Jawa, levensverhalen van Javaanse cultuurbewaarders nader belicht. Rita Chinfu en Saskia Paiman bespraken daarbij het belang van het behoud van de Javaanse cultuur. Met speciale aandacht voor de recent gedigitaliseerde levensverhalen uit het audioarchief van de sectie Javanen. De politieke partij Partjaya Luhur hield vanmiddag een grootse viering in Mariënburg, Kommerwijnen. Het verslag daarover krijgt u in het journaal van morgen. Tot zover onze verslaggeving omtrent de viering van de Dag der Inheemse en de Javaanse immigratie vandaag.